Soms heb je van die circuits waarbij je 's nachts badend in het zweet wakker wordt. En ik heb dat bijvoorbeeld met Monaco. En toevallig staat vandaag Monaco op het programma. En het is geen toeval dat je zo lang hebt moeten wachten op deze video. Want ja, ik vind deze baan zo verschrikkelijk frustrerend. En ik ben er zo verschrikkelijk slecht in. En dan komen er nog levels aan tergendheid die eraan toegevoegd kunnen worden wanneer je dit probeert te doen in de Williams, die verreweg het slechtste chassis en aero package heeft van de hele grid. Ik zal er niet al te veel woorden aan vuil maken. Kijk hier naar mijn race in Monaco. Oh jongens, daar zijn we bij mijn allergrootste nachtmerrie. De Grand Prix van Monaco. En ik heb een nieuwe laag van de hel ontdekt. Het schijnt dat hel meerdere lagen heeft. Dat kan ik nu bevestigen. Probeer maar met een Williams auto dit circuit rond te gaan. Hij gaat gewoon rechtdoor. Ook al stuur je compleet de andere kant op, 90 graden, dan gaat hij gewoon nog steeds rechtdoor. We beginnen wonderbaarlijk op een gigantisch hoge positie. Tot nu toe nog de hoogste positie ooit gehaald tijdens de kwalificatie. We beginnen op P4. En ging niet helemaal clean. Wel in één keer gehaald, zeg maar, in één kwalificatie. Maar wel met één flashback. Want ik kwam de tunnel uit, stuurde links in naar beneden. Raakte met mijn linker achterwiel de barrière. Wiel afgebroken, flashback nog een keer gedaan. Vanaf dat punt dus. Toen ging het goed, vierde geëindigd. Het zou me enorm verbazen als als we het einde halen. Ik heb zo vaak de barrières geraakt. Die auto stuurt gewoon niet. Hij is onhandelbaar. Er zit geen balans in. Hij gaat letterlijk alle kanten op. Ik vind het echt oprecht niet eens meer leuk. Ik kan me goed voorstellen hoe George Russell zich voelt bijvoorbeeld, maar ik kan er met mijn kop niet bij. Ik moet wel zeggen, ik race in deze met de racelijnen aan, want wat ik zei, die Williams op dit circuit, het is echt niet te doen. Het is echt niet te doen. Ik probeer het, maar het is echt niet te doen. Dus vergeef me, voor deze ene race zetten we de racelijn aan. En wish me luck. Goeie start wel. Doorstoten naar de derde plek, maar zoals je ziet, mijn auto is gewoon veel langzamer dan die van nu. Oh, daar raakte ik al de barrière. Wat ik zei, dit ga ik niet lang volhouden. Hier gaat hij gewoon rechtdoor. Hier wil hij bijna een moment van overstuur geven. I enjoy this the least. Echt, ik heb er geen woorden voor wat voor intense haat ik heb voor dit circuit. Hier brak ik dus mijn achterwiel af. Te dicht bij de barrière toen. Weer bijna de barrière in. Echt stukje. Nou, nog 19 ronden te gaan. Weer wil hij rechtdoor gaan. Het is ongelooflijk. Dit is niet te doen. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. En ik draai. Ik rij al met full downforce, hè. 11-11. Deze auto is ontworpen door de duivel himself.
Hij wil gewoon langzame corners. Wil hij gewoon echt niet insturen. Zul je ook zien bij het einde. Enige mazzel dat ik hier heb. Is dat men gewoon niet kan inhalen. Dus hopelijk zitten ze zo lang mogelijk achter me vast. Dan komen ze niet voorbij. Weer de barrière geraakt. En hier gaat hij dus ook elke keer in door. Zelfs de rondetijd gezet door Lewis Hamilton. Hij heeft er 1 ook. En weer de barrière geraakt. Insane. Hij gaat gewoon niet, hij gaat gewoon niet. En hier ga ik zo langzaam dat ik twijfel alsof ik niet aan het parkeren ben. Die gasten voor me zijn al 5 seconden weggereden, volgens mij. Oh, weer de barrière geraakt. Hoe heb ik nog niet pleuris veel schade dan? Oh. Ben ik daar achter of raakte ik daar iets? Vooral ook dit stuk is behoorlijk tricky. Omdat wanneer je snel van links naar rechts gaat, die auto echt niet meer weet wat hij moet doen. Ja, dit is echt insane. En weer de barrière geraakt. Ongelooflijk. Ik knijp die batterij maar leeg hoor. En dan hier, de bocht naar rechts, ja, moet ik heel voorzichtig doen. En trust me, deze derde plek ga ik niet behouden. Want ze kunnen mij natuurlijk niet voorbij nu, maar straks na een pitstop is dat finish ook gewoon klaar. We rijden nu op de soft tire. Ik ga straks naar de medium tire, daar ben ik ook best wel bang voor. Okay, de batterij is nu leeg. Hopelijk eindigen we in de punten. En anders in de vangrail. Oh ja, 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 daar gaan we al. Daar gaan we al. God voor de God. Voor...
Maar daar deelde Bottas een klein tikje uit. Ja, nou gaat hij helemaal niet meer natuurlijk. Ik kon niet goed zien wie daar nou de schuldig was. Of ik dat nou was of Bottas. Oh my god. Er zijn wel aardig wat plaatjes. Oh jezus. Hij gaat niet meer. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. De waarschuwing voor de pitlane? Wat? Ben ik over een lijn gereden dan of zo? Ja, dit gaat een hele lange pitstop zijn. Wat is dit nou? Oh, ik dacht dat hij de pitstop gaat uitrijden, joh. Wauw, we hebben gewoon een penalty gekregen. Ik heb een penalty gekregen? Waarom? Oh, en daar rijdt die Bottas, hè. Buik mij eraf. En dan komt hij gewoon voor mij op de baan terecht. Ongelooflijk. En je ziet wel weer waarom. Hele kansrijke positie voor punten. Volledig gaan diggelen. Kijken op welke plek we nu terechtkomen. Ah, dit is dramatisch. Dit is echt drama. Dit is ongelooflijk. Ik ben nu best wel pissig ook, man. Kan je niet maken, joh. En ik nog de penalty gekregen ook, hè. Lijken die medium bandjes best wel goed te performen. Oh my god. Best wel goed te performen. Eén moment van onoplettendheid. Schade op de voorvleugel nu. Jammer, want ik moet echt veel
vroeger dan zij op de rem. Zolang ik geen warning krijg, prima toch? Kom op, rij alsjeblieft Grosjean voorbij, gozer. Lewis Hamilton zou me ongetwijfeld dankbaar zijn. Wat is dat toch, die Williams met die Mercedes, hè? In Spanje ook al met de Mercedes in aanraking gekomen. Barrière weer geraakt. Nou, we zijn over de helft. Er kan nog wel iets gebeuren, toch? We zitten zo dicht bij de punten. Hop, barrière. Daar zie ik wat te vroeg in. Hier elke keer het laatste beetje batterij. Dat is mijn eerste warning al. Ah, weer barrière! Dat was dus die onderstuur waar Jeff het over had. Ja, dat merk je hier ook heel erg. Nee, deze plek kan ik niet meer vasthouden. Ik zie dat ik nu echt tijd aan het verliezen ben. Grosjean is voorbij! Je zit in een fucking Mercedes! Kijk, hier moet ik gewoon veel te hard remmen. Had ik eerst het probleem alleen in de slow corners. Dat heb ik nu ook in de fast corners. Klein moment van wielspin daar. Ja, hier verlies ik het gewoon een keer. Onderstuur. Ongelooflijk.
proberen gewoon zo kort mogelijk achter te blijven, maar... Ja, ik kan deze gewoon niet meer in de 3 pakken. Ik moet echt helemaal terug naar 2. En weer barrière. Dit is zo akelige bocht nu, man. Ik moet daar zo hard in de ankers, terwijl dat normaal gesproken helemaal niet hoeft. Weer barrière, mijn god. Bumpercars. En geen DRS meer. Nee, dat zit er niet meer in. Zelfs in de 2 red ik het niet. Zelfs als ik helemaal terugschakel naar 2 red ik het niet. En hier moet ik oppassen, want hier werd ik de vorige keer dus ook al afgetikt. There's 5 laps of fuel remaining. Gaan rijden, want de benzine is op. Is dit niet het circuit waarbij dat het grootste probleem is, maar... Ik zal me even gaan nemen. Nou, nog maar een paar rondjes. Gaat gewoon alleen maar rechtdoor, man. Bijna dezelfde fout als bij kwalificatie. Ja. Nu de grip van mijn banden ook minder aan het worden is, wordt het wel meer en meer een uitdaging. Wel erg mazzel dat je op dit circuit zo goed als niet kan inhalen. En voor mij gevoel Grosjean ook. Nou, dat was hem. Wat een pokkenrace is dit, man. Ongelooflijk. Ik merk niet eens dat ik minder downforce heb, joh. Ik had het net toch al niet. There's 3 laps of fuel remaining. Hai, mon, man. Are you okay? That was a nasty hit.
Turn the engine off and wait for the marshals. Wat doe ik de hele tijd verkeerd bij die pitlane dat ik een fucking warning krijg en weer 5 seconden moet wachten? Wat is dit nou, man? Rot toch op, joh. Ja, en daar gaat hij alweer aan me voorbij. Wat is dit toch een pleurisbende? Wat een pleurisbende. Cool, daar ging alweer mijn endplate. Oei, wat heb ik een hekel aan dit circuit. Echt optieven met dit circuit. Echt, ik hoef hem nooit meer te zien. Ook niet in de F1. Het is de meest saaie race van het jaar. We have 2 laps of fuel remaining. I don't care. Don't care. Lekker voor hem. We're trailing our teammate by 26.8 seconds. Ja, misschien kunnen we nog wat dichterbij krijgen bij, maar... I don't care. Yellow flag. Okay, the gap behind is 9.0 seconds. De laatste waarschuwing, daarna krijg ik een penalty. Nou, Lewis Hamilton de winnaar, gefeliciteerd. Wees er blij mee. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Wat een verschrikkelijke race. Latifi drive of the day. Get out of here. Wat een onzin. Die drive of the day shit klopt echt voor geen meter. Nooit niet, man. Dat is bugged as hell. Ongelooflijk. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. Ja, dit had gewoon een top 10 finish moeten worden, zeker met de kwalificatie die we hadden afgerond. En als we er daar niet afgebeukt worden op Bottas, dan wil ik het allemaal nog wel eens zien. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be niet dat ik podium had gehad, maar top 10 zeker. And they certainly deserve it. Zeker.
Geef me alsjeblieft een andere auto. Geef me alsjeblieft een andere auto. Ja, ja. Nou, het zit erop, jongens. De meest verrotte race van het jaar. Het zit erop. Die hoeven we gelukkig nooit meer te doen. Maar dan niet dit seizoen meer. Oh. Starten vanaf een vierde plek. En dan op een 17e eindigen. Domme fouten gemaakt. Die botsing met Bottas ook nog eens een keer. Ja, je verdient het dan ook niet. Ja, balen. Ontzettend balen. Ik dacht eigenlijk dat we voor een DNF gingen toen we de achterwiel, volgens mij was dat eraf rijden, voorwiel rechts voor, dacht ik. Maar oké, whatever. Ik ben blij dat deze erop zit. We kunnen doorgaan naar veel toffere circuits. En hopelijk wat meer successen behalen. En zeker nooit, maar dan ook nooit. Nooit meer achter Nicolas Latifi eindigen. Dat is misschien wel nog veel pijnlijker. Ah ja, dit was hem voor deze keer, jongens. Hopelijk zijn er weer wat aero packages geüpdate bij de volgende race. Aero en chassis, dat is nog steeds een zorgkindje bij Williams. En laten we hopen dat we dat zo snel mogelijk achter ons laten. Voor nu, check ik jullie later. Ciao!